jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Daphne en welkom op Oma Booktube. Vandaag ga ik een bookshelf tour dinges iets doen. Jullie begrijpen vast wat ik bedoel. Ik ga mijn boekenkast laten zien aan jullie. En de planken en ik ga wat dingetjes bespreken. En ja, ik ga jullie gewoon een kijkje geven in mijn boekenwereld. We beginnen met de onderste plank. Als eerste heb ik dit boek. Dit boek heb ik ooit een keertje gekocht op, hoe heette dat, Boekenmarkt? Nee, Boekenfestijn in Rotterdam, in Ahoy. En ik heb dit gekocht omdat het over weerwolven gaat. En ik vind weerwolven echt heel erg gaaf. En hij staat heel erg mooi in mijn kast, omdat hij van die gekke gele maantjes op de zijkant heeft. Ik lees al zo lang als ik me kan herinneren en ik heb lezen altijd heel erg leuk gevonden. Maar ik heb heel erg lang gedaan met de boeken uit de bibliotheek voordat ik daadwerkelijk geld ging uitgeven aan mijn eigen boeken. En een van de series die ik las uit de bibliotheek was Het Magische Mandtapijt. En dit is het derde deel wat ik toevallig niet heb gelezen in de bibliotheek en dat is waarom ik hem ooit een keer heb gekocht. Dan hebben we een serie waar ik stiekem best wel trots op ben omdat veel mensen uit Nederland deze serie niet kennen. Het is namelijk Troon of Gif. Troon of Gif. Ging Engels en Nederlands ging opeens door elkaar. Troon van Gif. Het is een trilogie en het is een beetje in Keltische, middeleeuwse sferen. Veel fantasy, veel politiek. Richting Lord of... Nee, geen Lord of the Rings. Richting Game of Thrones. Ja, maar dan anders. Maar wel heel erg tof. Wel moeilijk om te lezen. Als je niet heel erg van politieke dingen houdt van vroeger, dan is het misschien niet een boek voor jou. Maar ik vond het heel erg tof. Dan heb ik hier drie boeken staan die allemaal een beetje qua tint bij elkaar passen. Ik weet eigenlijk niet zo goed of ik dat bewust heb gedaan of niet. Maar dat maakt niet uit. Het eerste boek wat ik hier zie is Eleanor Parr. Het tweede boek is Endgame. En het derde boek is The Cage. We gaan nu door naar de middelste plank. Ik moet jullie vertellen dat een van mijn goede voornemens van dit jaar was om boekenseries af te maken. Ik had namelijk altijd de neiging om boeken te kopen en dan gewoon het eerste deel van een serie en dan daarna weer een ander deel van een serie. En gewoon nooit de serie af te maken, wat natuurlijk hartstikke slecht is, want je wil gewoon een serie compleet hebben. Twee series die ik dit jaar heel erg graag wil afmaken zijn de Maze Runner en de Chronieken van de Onderwereld. Ik heb van alle beide series nu drie delen, zoals je ziet. En ik lees de Maze Runner in het Engels en de Chronieken van de Onderwereld, oftewel de Mortal Instruments, lees ik in het Nederlands. Want daar ben ik al zo lang geleden aan begonnen. Toen las ik eigenlijk alleen nog maar Nederlandse boeken. Dus vandaar dat ik heb besloten om hem gewoon lekker in het Nederlands af te maken. Ik heb de camera een klein stukje omhoog gedaan, zodat jullie het iets beter kunnen zien. Ik ga nu door naar de bovenste plank. En hier staan een heleboel willekeurige boeken door elkaar. Om te beginnen heb ik hier twee boeken die ik eigenlijk hier niet wil neerzetten, maar ook niet ergens anders. Want ik vind ze te mooi om zomaar op een stom plek neer te leggen. Het eerste boek is het tourboek. Tadaa! Van de Taylor Swift Tour, 1989 Tour van afgelopen jaar. Het tweede boek is een heel erg mooi fotografieboek van Audrey Hepburn. Er zitten echt superveel, ja, even kijken hoor, er zitten echt gewoon een heleboel mooie foto's in. Nu volgen er een heleboel willekeurige boeken die helemaal niet bij elkaar horen, maar ja, ze staan er wel. We gaan ze gewoon even één voor één benoemen. Het eerste boek is Inleiding, oftewel Divergent. Het tweede boek is De Hongerspelen, oftewel... ik wou zeggen Game of Thrones, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde The Hunger Games. Het lijkt allemaal op elkaar tegenwoordig. Het derde boek is Twilight of Leven of Dood, hoe je het ook wil noemen. Dit is in ieder geval de jubileumversie. Het vierde boek is The Kick van Helen Vreeswijk. Het vijfde boek is Let's Get Lost. En het licht begint weer lekker raar te doen. Het zesde en het zevende boek zijn allebei van John Green. En dat zullen ook de enige boeken zijn die ik ooit van John Green zou kopen. Want om eerlijk te zijn, ik weet dat het een hele poos een hele hype is geweest. Maar mij persoonlijk lagen ze niet heel erg. Ik neig toch iets meer naar de fantasy kant toe. Maar de boeken die ik heb van John Green zijn natuurlijk Paper Towns en de beroemde Fault in Our Stars. Daarna hebben we The Perks of Being a Wallflower. Dit is een van mijn persoonlijke favorieten. Iets wat ook niet kon ontbreken, maar wat ik tot voor kort niet had, was Harry Potter. Dit is het eerste deel. Dit is ook zo'n serie die bij mij op de lijst staat van series die ik heel graag wil af gaan maken. Daarna hebben we Rebels of the Sands. En ik vond dit boek zo fantastisch. Het lijkt me heel erg leuk om hier nog een keertje een review over te doen. Ik had dit boek namelijk al uit toen het nog ineens 1000 ratings had op Goodreads. Dus hij is nog vrij nieuw.
De volgende twee boeken lijken een beetje op elkaar. De ene is van Rachel Rowell, namelijk het bekende Fangirl. En het laatste boek is... ik moet deze even terugzetten. Is Love, Rosie. En dit is de filmversie, want deze twee mensen, Lily Collins en Sam Cleven, zijn echt fantastisch samen. Dus die kon ook niet ontbreken. Dat is dit mijn eerste boekenkast en dan gaan we nu snel door naar de volgende. Dan is dit mijn tweede boekenkast om te laten zien. Ik ga hem iets naar onder doen, zodat we bij de onderste plank kunnen beginnen. Zo, heel erg mooi, Daphne. Oké, persoonlijk is dit mijn favoriete kant van mijn twee boekenkasten. En ik ga jullie laten zien waarom. Dit is mijn onderste plank. En ik denk dat dit toch wel mijn meest favoriete series zijn die ik ooit heb gelezen. Even kijken hoor. Ik zal beginnen gewoon even aan deze kant. Hier hebben we de Throne of Glass series. Met toevallig het derde deel heeft net een andere cover dan de andere twee. Ik weet dat er mensen zijn die er helemaal gillend gek van worden. Maar ik heb daar persoonlijk niet heel erg veel last van, gelukkig. Dan hebben we hier zo de Kira Cass boeken. Dat zijn er 5. We hebben de bijna complete Selection trilogie. Plus, tenminste nee, hij is helemaal compleet. En dan nog de Prinses in het Nederlands. De andere 3 zijn in het Engels. Dit boek heb ik nog niet gelezen van Kira Cass. Maar ik ben er heel erg benieuwd naar. Namelijk de Sirene. Zoals sommigen van jullie wel weten, is dit mijn meest favoriete boek ooit. Ik ben zo trots. Ik ben gewoon zo, ik word er helemaal enthousiast van. Dit boek heb ik dus oorspronkelijk ook jaren geleden geleend bij de bibliotheek. En het verhaal heeft me gewoon nooit losgelaten ofzo. En elke zomer opnieuw nam ik het boek mee op vakantie. Tot ik op een gegeven moment gewoon besloot het boek zelf aan te schaffen, omdat het verhaal me zo dierbaar was geworden. Het boek heet Pirates by Celia Reese. Dan hebben we hier de Zee van Monsters in het Nederlands, oftewel de Sea of Monsters van Percy Jackson. Dit is de filmversie, de filmkaft. En als het goed is... Oh nee, die zitten niet hierin. Ik heb de filmkaartjes bewaard, maar die zitten volgens mij in het originele boek. Dan heb ik hier de Rode Piramide. Dit is van dezelfde schrijver als Percy Jackson. En dit gaat over Egyptische mythologie. Ik heb alleen het eerste deel in mijn bezit, maar mijn zusje heeft ze allemaal, want die is er helemaal fan van. Dus ik kan ze eventueel bij haar lezen en wie weet koop ik ooit nog verder mijn eigen exemplaren. Dit boek is Magnus Chase. Het is ook geschreven door dezelfde schrijver als van Percy Jackson en behoort tot een van mijn favorieten. Het is lekker dik, mooi kaft, love it. Dan deze plank en dat is waarschijnlijk voor mij persoonlijk de belangrijkste plank van mijn boekenkast. Dit is namelijk de complete Percy Jackson serie met als enige outsider deel 9, namelijk House of Hades. Dit is de Britse cover als ik me niet vergis. Ik had het geluk om deze serie te mogen meemaken op het moment dat ze nog uit werden gegeven. Tenminste dat het zeg maar net uitkwam, dat het net nieuw was. En ik kon gewoon niet wachten op de Nederlandse vertaling van dit boek. Want het duurde zo ontzettend lang bij het vorige deel, dat ik gewoon dacht, nou weet je wat, ik bestel gewoon de Engelse. En dat was dus een mooie hardcover met gouden letters. En ja, hij valt niet in het plaatje bij de rest, maar het is wel het verhaal wat erin past. Heb ik als laatste mijn bovenste plank. En dit is mijn plank speciaal gewijd aan Lord of the Rings en The Hobbit. Er zitten heel wat filmdingetjes tussen, maar ook een aantal boeken. Ik kan het eventueel even allemaal snel doornemen. Om te beginnen bij de boeken natuurlijk, heb ik hier een aantal filmboeken. Dat zijn er 4. Ik heb deze. De Wereld van Tolkien. Het is een onofficieel fanboek. En dan nog 4 of 3 verschillende filmboeken. Deze is in het Engels en de andere 2 in het Nederlands. Natuurlijk heb ik ook een prachtige bundel van The Lord of the Rings. Hier zitten alle verhalen in. Ik heb hem helemaal uitgelezen, wat ik echt heel erg knap vond van mezelf. En The Hobbit kan ook niet ontbreken. Hier zijn ook een hele hoop verschillende versies van, maar ik heb de filmversie. Dan hebben we natuurlijk de DVD-boxen. Ik heb in Engeland een paar jaar terug een action figure van Legolas gekocht. Verklaar me voor gek, maar ik vind het echt fantastisch. Dit zijn dus mijn boekenkasten. Zoals je ziet heb ik helemaal niet superveel boeken in mijn bezit. In ieder geval niet wat je verwacht van een booktuber of iemand die heel erg graag leest. Ik maak series ook niet af. Ik ben vrij slordig. Ik heb verschillende kaften, etcetera. Ik ben dus niet perfect als het gaat om mijn boeken. En ik vind het niet erg, want dat is nou eenmaal wie ik ben. En ik ben nog lang niet klaar met boeken verzamelen.
Wie weet doe ik over een half jaar wel een updated boek, iets dergelijks. Boektour, bookshelf tour, iets in die richting. Ik zit erover na te denken om een extra boekenkast aan te schaffen, want het begint toch wel aardig vol te raken. Als je het leuk vond, laat dan even een duimpje omhoog. Dat vinden we hartstikke leuk. Heel erg bedankt trouwens voor de 200 abonnees. Kan je het geloven? Echt bizar hoe snel het gaat. We zijn er alle vier ontzettend blij mee. En we willen jullie heel erg bedanken voor het kijken, voor de support, voor de steun. En ja, wat kan ik er nog meer aan toevoegen? Ik ben er hartstikke blij van geworden. Wat zeg ik? Ik ben er in ieder geval heel erg dankbaar voor. En ja, ik hoop jullie heel erg snel weer te zien. Doei doei!